En in dat kader is er ook dit Open Education evenement. En de onderligger voor dat evenement is dit prachtige boek wat is uitgekomen van de Special Interest Group van SURF. En dat gaat over educational resources. En daar hebben we het vandaag op allerlei manieren over. Dit wordt ook live uitgezonden als het allemaal goed gaat. Dus dames en heren in het land, welkom bij deze Open Education event. Wij zitten hier allemaal bij elkaar. Ik vind het mooi dat er zoveel mensen zijn gekomen. Dat geeft ook aan dat het een belangrijk onderwerp is. Voordat ik verder ga, mijn naam is Paul Rullman. Ik werk bij de TU Delft in het college van bestuur. En ik ben de spreekstalmeester van de dag. We gaan snel beginnen, want het is een druk programma. Het is een programma waar je de hele dag doorgejaagd wordt en aan het eind ben je helemaal open en educated. En dan snak je naar resources, die zijn er dan ook, want er is een borreltje toe. Ik zal even met jullie een paar belangrijke dingen doornemen. Kijk, als je het live wil volgen, maar je zit hier nu, dan kun je, hier heb je livestream, de URL, kan je erop aanpikken. Als dat werkt, want er zit hier iets in de ruimte waardoor dat geblokkeerd wordt, begrijp ik. Maar dat kan opeens goed gaan en dan zit je dus in het land te kijken en ineens heb je contact. Maar als dat niet het geval is, dan wordt het later toch nog uitgezonden en dan kun je het terugkijken, hè? Dan uitzending gemist. Twitter kun je ook, zie je hier in de hoek staan, en je kunt hier ook op het wifi-netwerk en dan met Geldmuseum, Geldmuseum 1 met een hoofdletter G. Wij zitten dus in het Geldmuseum, dat vind ik ook. Ik ben daar nog nooit geweest, ik weet niet of jullie er wel eens geweest zijn, maar ik ben daar nog nooit geweest. Prachtig. En je komt binnen en je loopt dus ook over een vloer van geld. Dat geeft een groot gevoel van rijkdom, dat het gewoon hier op de grond ligt. En we de eerste slagruimte, daar maken we ook gebruik van vandaag, de slagruimte. Ik denk, ja, geld wordt geslagen. En dat moet ergens beginnen. De eerste slag is een daalderwaard natuurlijk. Nou, dat gebeurde hiernaast. Wat zal ik nog zeggen? Het programma. Kijk, dit gaan we vandaag allemaal doen. Dus enorm veel. Welkom, dat doe ik nu. En dan gaan we naar Future Learning. Dat is een visie op onderwijstrends door Matthijs Leendersen. En die werkt bij de Erasmus Universiteit. En die heeft ook een eigen bedrijf, Concept ELM. ELM Concepts is het, hè. Dan gaan we naar trends in open online onderwijs. We hebben hier dit trendboek en we hebben zoveel mooie bijdragen in dit boek dat we dat wat verspreid opzetten. Dus een deel vindt hier plaats met een soort van korte lezingen en een ander deel vindt in de eerste slagruimte plaats aan tafels. Dan gaan we hier terug voor de lunch. Maar we ronden dat. Nee, we gaan hier afronden. We ronden hier af. Dat moet ook hier echt gebeuren, want dan wordt er in de eerste slagruimte de lunch klaargezet. En anders gaat het allemaal door elkaar lopen. En dan gaan we 's middags verder met Anka Mulder over open en online onderwijs. Waar staat Nederland? En dan Fred Mulder, heb ik ook al gezien, over opening up education. Wat gebeurt er in Europa? Dan hebben we nog een videoboodschap van Marietje Schaken, D66, Europees Parlement. En nog een verhaal van Greetje van den Berg over de Paris OER-Declaration. En dan hebben we pauze en dan nog een studentendebat vanmiddag. Dus het is een vol programma. Ik hoop dat jullie met plezier er doorheen gaan en ook echt interessante dingen oppikken. Ik zou nu graag het woord willen geven aan Matthijs Leendersen. De vloer is van jou. Ja? Oké. Heb jij...